Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het belangrijk is dat wij hier vandaag in het parlement over het Europees semester kunnen debatteren. En ik vind het ook dat het belangrijk is dat wij als parlement gezamenlijk verslag kunnen uitbrengen over dit onderwerp. En ik wil dan ook aandringen dat wij als parlement onze verantwoordelijkheid in deze zaak nemen. Geen valse hoop geven aan onze burgers. En het rapport dat in de commissie Economie en Monetaire Zaken aan bod is gekomen en ook werd goedgekeurd, morgen breed zouden kunnen ondersteunen. Er zijn in de Unie op dit moment veel lidstaten die met een zeer moeilijke economische situatie worstelen. Er moet dan ook vanuit Europa alles gedaan worden om deze lidstaten te ondersteunen, zoals onder andere het ondernemerschap aanmoedigen, maar ook het versterken van de interne markt. Maar het gros van de inspanningen komt natuurlijk van de lidstaten zelf. Om hun situatie te verbeteren moeten ze substantiële en structurele hervormingen doorvoeren om opnieuw groei en jobs te creëren en competitief te worden. Maar ook zich houden aan zeer ambitieuze begrotingsdoelstellingen die we hier allemaal gezamenlijk hebben afgesproken om de schuldenberg uit het verleden weg te werken. En gaandeweg begint dit beleid vruchten af te werpen. We hebben niet de gemakkelijkste weg gekozen, maar wel de weg van het duurzaam en langdurig herstel. Dat is onder andere te merken aan de gedaalde spreads op de interest, op de staatsschuld van Spanje, Ierland en Italië over de laatste maanden. Dat is ook te zien aan de stijgende export opnieuw in Spanje, of aan de jobcreatie en het herstel van de Ierse economie. Het is voor mij dan ook zeer duidelijk. We moeten de koers die we hier in het parlement hebben uitgezet, met steun van de commissie en met instemming van de lidstaten, volhouden. Dat is ook onze verantwoordelijkheid in het parlement, ook op momenten dat het bijzonder moeilijk is naar onze burgers toe. Die koers zoals bepaald in het Europese semester, in de EU 2020-doelstellingen, in het sixpack, maar ook in het twopack, moeten worden behouden. En ik weet dat deze koers op korte termijn niet de meest gemakkelijke of de meest populaire koers is. Maar het is voor veel landen inderdaad belangrijk dat er die hervormingen komen. En dat vraagt offers van veel burgers in die landen. Maar de maatregelen zijn meer dan ooit nodig om vandaag terug vertrouwen op te wekken, morgen terug te kunnen groeien en overmorgen onze kinderen de welvaart te garanderen die ze verdienen. Dank u wel.